Yo, VacoGamers, Lars hier. Welkom terug bij meer Civilization 5 hier op VacoGames. We zitten ondertussen in het jaar 2013. Yay! We zitten hier gewoon op onze eigen tijd. Perfect, dat is perfect mooi. Wat wil ik? Unit promoveren, dat is wat ik wil. Die en die, geen idee wat het doet. Dat is vast goed. Choose Production, in Amsterdam wil ik een... een museum... Hier wil ik. Wat wil ik hier eigenlijk? Tja. Artillerie. En hier. Waar? Hier. In Groningen. Doe maar in Groningen een monument. Prachtig monument in Groningen. En hoe gaat het met mijn engineer? Die is daar nog steeds. Ik ga daar naartoe. En Rush Production. Zo. Caravan gaat terug naar Rotterdam. Choose production hier. Hier komt een public school voor meer science. We hebben er ondertussen 500, maar je kan er altijd meer hebben. Alert zijn jij. Florence, de artillerie, gaat naar de kust hier. Om de kust te helpen verdedigen. Next turn. Dan is bijna slot Neuschwanstein klaar. Geeft een lekkere boost aan mijn cultuur en aan mijn happiness. Check al die happiness. Ik heb echt bijna alles wat er is. Wauw, nice. Nananga, oh, geek. Ja, jij mag open borders. Kom er maar door. Processing turns for city states. City states weer aan de beurt. Schiet op! Duurt lang. The location is one of the most beautiful to be found. Holy and unapproachable. A worthy temple for the divine friend who has brought salvation and true blessing to the world. Perfect. Plus 3 goud, plus 2 cultuur en 1 happiness van elk kasteel dat we hebben. Aeronautics was neither an industry nor a science. It was a miracle. En we kunnen vliegtuigen bouwen. Een triplane, a great war bomber. Perora, wat doet dat? Maar dat kan ik niet bouwen, want ik heb geen autocratie. Chateau is meer... een Moai Gold Yield, oké. Okay. Dus we kunnen vliegtuigen bouwen. Special agent Thijs kan niet meer jatten, want we zijn te groot en te snerk en te slim voor ze. Dan wil ik graag dat je... Wat gaan we onderzoeken thuis? We zitten nog steeds in de Modern Era, maar de Atomic Era komt bijna dichterbij. Kunnen we vliegtuigschepen bouwen? Research Lab. Ja, ga maar plastic uitvinden. Handig hoor, plastic. Jij wil... Van jou wil ik een... barak. En van jou wil ik dat je klaar gaat staan. Oh, je kan er niet bij. Lekker dan. Ga je er nou wel bij? Ettertje. Schiet die barbarenboot eens even naar de plomp. Hier worden we niet blij van. Barbaren die irritant lopen doen. Stomme, stomme, stomme rotbarbaren. Hij gaat lekker, jongens. 2014. Gelukkig nieuwjaar allemaal. Die zijn ze ook nog steeds oorlog aan het voeren. Heeft die gozer alleen maar verf, joh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vecht maar lekker met elkaar. Krijgen ze op de wel een probleem als die Istanbul overneemt. Dat is hun hoofdstad. Oh. Bijna wordt Istanbul overgenomen. Door Shanghai. Dat is niet best. Ach ja, ik zit hier toch lekker op mijn eilandje. Nebuchadnezzar is plotting tegen Pedro. Nebuchadnezzar wil een sneak attack opbouwen. Succes. Kan jij hem raken? Ja, ik kan hem raken vanaf daar. Woehoe! Plons. Jij. Stel jezelf op. Mikken. Het is van heel dichtbij, dus ik hoop dat je hem laat zinken. Ik hoop dat je raak schiet. Zo, harde boot. Jij gaat daar aan land. Je bent een zeeartillerie. Of een landartillerie, geen zeeartillerie. Caravan gaat naar Colombo terug. Ik heb trouwens een trade route die is kwijt. Hoe gaat het met deze trade route? Die is bijna klaar. Ik wil hier nog wel een extra cargo ship. Next turn.
Jij gaat klaarstaan. Jij kan niks raken natuurlijk, dus gaan we alert doen dan. Next turn. Want die ene trade route die is net geplunderd een paar afleveringen geleden. Door de barbaren. Dus ik hoop dat die barbaren nou heel gaan opbokken. Want ik ben helemaal klaar met ze. Dat ze me zo lang in deze game nog lastig vallen. Istanbul hoort nog steeds met stenen zo te zien. We merken dat we toch ver op ze voorlopen. Want wij kunnen ondertussen vliegen en zij gooien nog met stenen vanuit hun stad. Hoi, Istanbul. Friendly trade route plundered. Niet weer. Kappen nou. Kom er maar door. Waar nou weer? Oh, hij gaat weer schieten op Istanbul. Istanbul gaat eraan. Nou, loop maar naar binnen, jongens. Hij is Istanbul kwijt. Zijn hoofdstad. Oh my freaking lord. De Ottomanen zijn hun hoofdstad kwijt. Oh. Istanbul. Anker die heeft de boel weer omgekocht. Een grote artiest is geboren. Bij mij gaat het op zich allemaal wel lekker, maar waar is mijn trade route geplunderd dan? Hier. Jij blijft met je fikken van mijn trade route af, scheidbarbaar. En als je dat niet wil luisteren, dan moet je maar voelen. Jij zet ook op voor range attack en grijpt die freaking barbaar. Doei. Blijf er nou vanaf, hè? Jij, cargo ship, gaat naar Salvador. Een nieuwe policy. Dat wordt uiteraard deze. Extra science van research agreements. En omdat ik ze allemaal heb, krijgen we een gratis technologie. En we mogen ook great scientists met fate kopen. Hoppakee. Dank u, gratis technologie. Wat zullen we eens kiezen? Plastic komt er al aan over 9 beurten, dus dat is zonde. Ballistic, anti-aircraft gun en machine gun. Of combustion. Maar als ik deze pak. Deze, electronics. Dan gaan we richting atoomtheorie. Dan kunnen we zien waar uranium ligt en dan kunnen we het Manhattan project opbouwen, zodat we atoombommen kunnen bouwen. Zie je nog iets van wetenschap? Doe maar electronics. Dan krijgen we een battleship en een carrier. Zo. There's a basic principle about consumer electronics. It gets more powerful all the time and it gets cheaper all the time. Zeker waar. Carrier en een battleship. Perfect. Production. Bouw maar een. Wat gaan we bouwen? A Great War Bomber. Zeker weten. Great Person was nog geboren. Een artiest. Begin maar een Golden Age. Ik ben wel een beetje zat met die grote werken van je. A Golden Age Dawns. Mooi. Anker die is geflat, dus die moet ik ergens anders naartoe sturen. Anker, ga maar naar. Ga maar naar Ive. Thijs heeft ook niks met die jatten daar. Dus die gaat naar de hideout. Kom op, Thijs. Joost gaat naar Kiziel. En Thijs gaat naar Singapore. Of nee, naar Monaco. Ga maar naar Monaco, Thijs. Daar is veel prettiger. Cargo ship. Jij gaat naar. Als ik hem naar Akkad stuur, krijgt hij ook 10 goud. Dat wil ik niet. Ga maar naar Mogadishu. Dat is net varen. Ga je serieus de hele wereld rond? Nou, succes. Mr. Bootje. Next turn. Route 2 cancelled. Waarom? Cancel disorder. Nee, ga nou daar naartoe. Maar dat kan niet. Oh, hij is er al. Oh, nou kom dan maar weer terug. Kom maar weer terug naar huis dan. Zijn ze daar ook nog lekker bezig? Ga maar hier een ding bouwen.
Volgende beurt. Next turn. Ah, kijk, we krijgen plastic speelgoedsoldaatjes. Joepie. Kunnen we de research lab gaan bouwen. En Brazilië en Songhai hebben een research agreement. Hier komt ook nog een handelsroute aan. Hopelijk tussen Axum en Breda. Het zou lekker kort op elkaar zijn. Huh? Ik kan over land varen. Wil ik ook kunnen. Het zou lekker zijn. Als hier gewoon nog een extra handelsroutetje komt. Het hoeft niet veel op te leveren, maar wel iets. Breda. Handelsroute met... Ik kan hem ook naar Salvador laten varen. Waar ligt dat dan weer? Daar helemaal. Levert wel meer op. Maar als ik hem naar Axum laat varen, levert het ook nog 3 science per turn op. Oh, wacht, die krijgt hij. Nee, dat wil ik niet. Vaar maar naar Hanoi dan. Vaar daar maar heen. Jij schieten op hem. Blub, blub. En dan ga ik zo meteen eens eventjes een extra boot aan neerleggen, want... Plus 4 gold, plus 1 science. Zeker. Jij gaat upgraden naar een artillerie. Hier wil ik een broadcast tower. Ga de boel maar uitzenden. Wees waakzaam daar. Choose production. Triplane. Om de boel te onderscheppen. Mocht er ook iemand anders vliegtuigen krijgen. Hier wil ik graag een bank. Jij hebt orders nodig. Jij gaat slapen. Jij hebt orders nodig. Jij gaat slapen. Next turn. Please wait. Oké. Omdat je het zo vriendelijk vraagt. Wordt de moe van dit spelletje. Je wordt er best moe van. Oh hey, research agreement. Ja hoor. Wij researchen met iedereen. Singapore wil het heilige kipisme. Dat kan geregeld worden. Upcoming session. Er komt weer een sessie aan. Ze willen internationale games aannemen. En ze willen arts funding willen ze afschaffen. Was het toch niet zo'n goed idee, jongens? Doe maar een workshop. Jij gaat upgraden naar een battleship. Tutut. Kijk, dit zijn schepen, hè? Dat zijn tenminste schepen. Unit needs orders. Wie dan? Hij. Trade route naar Kizil. Jij. Alert zijn. Next turn. 4 beurten voor die broadcast tower. Je komt bijna een vliegtuig aan. Nee, ik ga er een oorlog met je voeren. Ik heb zo vaak gezegd, als je oorlog wil, dan moet je het helemaal zelf doen. Ik doe niet mee. Ik heb daar geen behoefte aan. Absoluut niet. Absoluut geen behoefte aan. Bratislava wil science. Nou, die krijgen ze van mij niet, want ik wil al mijn science zelf houden. Hey, great prophet has been born. Dutch great prophet voor het heilige kipisme. Oké, ga maar. We moeten nog een great site bouwen ergens. Daar. Is daar ruimte? Battleship, alert. Er is bijna geen ruimte meer op plekken voor de heilige kiep te bouwen, joh. Dat is balen. Oh, hier is nog ruimte. Oh, in de woestijn. Ga daar maar naartoe. Ga maar in de woestijn een mooie heilige plek bouwen. Met zand. Ga maar een zandkasteel bouwen. Dan kan jij zo goed. Gapie, gapie, slaapie, slaapie. Monaco wil een great admiral. You have met the city-state of Genoa. Genua. Die zijn vriendelijk. Oké. Find on map. Waar liggen die gasten? Genua is vriendelijk. Hoeveel stemmen heb ik eigenlijk voor het World Congress? Ik heb er 7. Waar is mijn city-state dan? Oh, Monaco is niet meer mijn city-state. Hier. Jij was mijn ally, weet je nog? Hier heb je nog wat goud om het te helpen herinneren. Next turn. Soms moet je ze af en toe even een beetje goud geven. Dan weten ze in één keer weer dat ze je vrienden zijn. Als je geld hebt, dan is iedereen je vriend.
In mijn geval zeker. De westkust is niet zo heel best verdedigd, maar daar komen ze voorlopig toch niet. Hanoi heeft oorlog met Suleiman. Oh. Oké. Okay. Lekker zijn gang laten gaan. Ik bemoei me er niet mee. Deze gasten worden ook erg machtig hoor. Maar ik groei ook wel. William groeit ook snel. Ik ben nog steeds derde, maar... Het gaat goed. Rotterdam. Hotel. Hup, 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 weg. Next turn. Hier is bijna de broadcast tower klaar. Kunnen we lekker uit gaan zenden. Onze eigen bullshit over de radio gooien. Hier zit ik op te wachten. Op dit research lab. 50% extra science. Als ik die in Amsterdam kan bouwen. Ik ga geen oorlog met je voeren. Kan ik dat niet gewoon apart instellen? Dat ik gewoon elke keer zeg van nee, rot op met je oorlog. Ik ben geen oorlogsfiguur. Ik ben een wetenschapper vandaag. Een wetenschapsmens. Voor de barbaren. Toren is klaar. Unit is gepromoveerd. Wie dan? De vliegtuig is gepromoveerd. Ja, interception. En interception. Dus als er nou een vliegtuig langs komt vliegen, dan onderschept hij hem. Hier wil ik over 3 beurten een ding gaan bouwen. Dus ik moet iets kiezen wat niet te kort, wat niet te lang duurt. Een armory, doe maar. Choose production hier. Doe maar een artillerie. Een unit needs orders. Wie dan? Jij. Jij gaat een... Wat ga je eigenlijk doen? Ga daar maar heen. Hoe gaat het met mijn heilige keepfiguur? Waar is die? Waar is die Holy Prophet naar binnen toe? Is die weggelopen? Oh, die is daarheen gegaan. Oh, wacht. Ik had jou daar naartoe gestuurd natuurlijk. Nou weet ik het weer. Artillerie gaat een stukje dieket op. Kan het heilige kip straks daar weer een plekje krijgen. Jij gaat naar... Do nothing. Sleep. Ik heb je nog niet nodig. Nog geen oorlogsvliegtuigen nodig. Als ik een oorlogsvliegtuig nodig heb, dan bel ik je wel. Dan stuur ik je er wel op af. 3 beurten voor plastic. Ethiopië is weer boos op de Indianen. Oh gast, ga nou eens een keer een grote oorlog voeren met elkaar. Hou elkaar bezig. Dan kan ik lekker in alle rust mijn wetenschap uitbreiden. Please wait. Ja, ik wacht dan een tijdje hoor. Zo. Jij gaat een holy site bouwen. Hoppa. Hier is ook weer een vliegtuigje. War bomber. Ja, tegen landunits. Graag eens een rondje vliegen. Kan dat? Kan ik daar naartoe vliegen? Rebase to Rotterdam. Zo, een snel vliegtuig. Hey, the 6th Congress of Babylon. Jij wil internationale games hebben. Daar gaan een heleboel mensen al ja voor zeggen. En arts funding wordt afgeschaft. Of dat willen ze afschaffen. Dit was mijn idee. International games. Heel veel mensen gaan ja zeggen. Heel veel mensen gaan nee zeggen. Nou, dan ga ik gewoon voor het ja. En ook een beetje voor het nee. Choose production. In Amsterdam. Een Military Academy. Choose production in Utrecht. Amfitheater. Next turn. Hopelijk nemen ze de games aan. Internationale Spelen. Dat zou best wel cool zijn. Dat staat toch stoer. De eerste internationale Spelen van Amsterdam. Hoi. Now I have to deal with both you and Vanguy. Very well. Niet zo zeiken. Hij is boos. Waarom? Oh, omdat we vriendjes zijn met een van hun vijanden. Daarom is hij chagrijnig. Nou, maar daar komt hij wel overheen hoor. Gewoon een avondje janken in bed. Ben je er helemaal overheen, vriend. Dan kom je er wel overheen. Arts funding is fails.
repeal artsfunding is niet doorgegaan. Dus blijf gewoon lekker op artsfunding. En de internationale games zijn gepast. Oké. En we kunnen een voorstel gaan doen weer. Wat zullen we doen? Scholars in Residence? Nee, World Religion. Ik kan ook wel proberen om het heilige kipisme de wereldreligie te maken. Maar dan zijn ze wel behoorlijk pissig op me, dus dat is misschien niet het meest tactische idee. Tja, moet ik echt wel voorstellen, jongens? Ik vind het allemaal bullshit ideeën. Great percentile improvements. Ja, daar heb ik geen reet aan. Iets natural wonder, daar heb ik ook niks aan, want die heb ik niet. Ik kan dit doen. Standing army tax, daar moeten ze units extra 25% voor gaan betalen. Ik ga het gewoon proberen. Die gasten hebben natuurlijk hele grote legers daar. En als ze daar extra voor moeten gaan betalen, dan zullen ze behoorlijk pissig zijn. Dan kunnen ze dat niet meer onderhouden. Dan verkleinen ze hopelijk een beetje hun leger. Jij gaat slapen. Jij gaat een trading post bouwen. Overal trading posten. Ja hoor, jij mag erdoor. Ga. 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 Ga, ga, ga. Dat is een baby. Grote baby met een baard. Dat ben je. Bijna plastic klaar. En dat leidt naar penicilline en de atoomtheorie. Dus gaan we bijna de atoomtijdperk in. Ashkai heeft weer oorlog met Haile Selassie. Ach ja, zal ik eens niet zo zijn, hè. Is hier al oorlog gevoerd op mijn continent? Ben, I want to say one word to you. Just one word. Plastics. Plastics. Infantry, research lab, die wil ik heel gauw gaan bouwen. En Cristo Redentor. Oké. Maar mijn city is geconvert. Jij. Waarom ben jij geconvert naar Oosters Orthodoxie, vriend? Daar ben ik niet blij mee. Dat is verboden in deze stad. Dat is verboden. Breda? Heb ik daar iets tegen? Use to remove other religions from cities. An inquisitor. Ja. Haal als het donder dat Oosterse orthodoxe bullshit eruit. Hier een research lab. Hier een research lab. En dan wil ik als techniek. Wat zullen we eens bouwen? We kunnen de atoomtheorie. Dan zijn we de eerste met atoombommen. Als ze ons dan nog aanvallen, zijn ze wel heel erg dom. Dan zijn ze echt fucking dom. Promoter unit, jij, barrage, huppakee, ik weet het eigenlijk allemaal niet zo goed. Voor nu, Vaco Gamers, we zijn aan het werk aan de atoomtheorie. Binnenkort wordt uranium onthuld op de kaart. Weten we waar we uranium moeten vinden. We kunnen dan gaan bouwen aan het Manhattan project. Kunnen we atoombommen en nucleaire raketten bouwen. En meer Academy Science. Allemaal goed. Voor nu, Vaco Gamers, ga ik jullie vragen om een groen duimpje te doen als je dat nog niet gedaan hebt. Vergeet ook niet om te abonneren op Vaco Games, dat is natuurlijk ook super cool. En ik zie jullie morgen weer terug hier bij meer Civilization 5, hier op Vaco Games. Mazzel!